naam is Lodewijk de Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. In Oost- en West-Vlaanderen worden kleine krielganen in gesloten bakken gezet in een wedstrijd waarbij de haan met de meeste kraaien wint. In Limburg is zowat alles omgekeerd. Daar worden grote ganen gezet in open bakken en moeten de zetters voorspellen hoeveel keer een haan zal kraaien tijdens de wedstrijd. Maar ook in Limburg heeft het ganenzetten het moeilijk en beginnen nog maar weinig jongeren aan deze volkssport. Volgens Erik Loeuis zou het helpen als beginners zouden starten met een hele goede haan. Dat zou onmiddellijk voor resultaat zorgen en voor de goesting om verder te spelen. Ik ben Erik Loeuis, ik ben 57 jaar en ik speel al 45 jaar met hanen. Wat heb je nodig voor bij hanen te spelen? Natuurlijk een haan. En het is niet gewoon een gewone haan. Je hebt hanen die op een boerderij bij hennen lopen. En bij zo'n lange kammen, maar dat zijn de hanen niet waarmee we spelen. Dus het zijn eigenlijk gekweekte hanen. Hoe kom je aan zo'n hanen? Ja, je gaat ergens een haan halen en die zinkt goed. En daar begint je mee te spelen. Je gaat hennekes halen, je begint te kweken. En nog een haan en nog hennen. En het ras kweek je door de jaren, kweek het ras. Wat kost zo'n haan? Ja, dat wordt er verkocht van €50. Ze hebben mij ook al ooit €500 voor een haan geboden. Maar natuurlijk, dan weet je ook dat een hele goede haan is. Als ze €500 daarvoor bieden, die doe ik natuurlijk niet weg. Want daar blijf ik zelf mee spelen, daar kweek ik jongen uit. Want als je goed gaat wegdoen, dan stopt het. Dan raak ik op het einde. Dus goede hanen blijven we houden. Zijn minder goed, wat doen we daarbij? Als er iemand de ene moet hebben voor zijn hennen te jagen in zijn tuin, die krijgt dan een haan van ons. Want wij kunnen daar niks mee doen als ze niet zingen. Iedere haan die je kweekt is geen goede haan. Dus dat is iets wat normaal is. Als je er 10 kweekt en je hebt 3 redelijke goeie, waarvan 1 een goeie is, dan heb je heel goed gekweekt op een jaar. Op 10 stuks. Ja, dat is eigenlijk een volksspel. En het is eigenlijk meer voor samen te zijn in een café. Er wordt een pint gedronken bij hanen spelen. Het is de hobby. Duivensport is hetzelfde. Dat gebeurt ook in een lokaal in een café, duivenkorven. Zo is de hanensport ook in een tijd ontstaan. Natuurlijk, duivensport is heel duur. Want de kot, het duivenhok en alles kost veel geld. En haan? Ja, je slaat eigenlijk 4 planken, 4 palen in de grond, 4 platen, een paar platen, ijzeren platen erop en van voor een ijzeren briertje erin en je hebt een hanenkot. Natuurlijk, te verzorgen breng ik ook wat mee. Je moet weten dat je ziet dat een hanen die wat stil is, die begint ziek te worden, die moet je eens naar een veearts gaan. En dat. Maar hanensport kun je eigenlijk ook spelen vanaf een halve euro, kun je die inzetten. Dat is een inzet, hè? Een halve euro, maar tot 16,5. Dan staat er volledig vol. Nou, je kunt geld optrekken na van hand, gelijk het bij de duiven is. Van hand, dat je een inzet wat je zet, trek je prijzen geld op. Zet je veel in, dan gaat je ook veel trekken als je een goede prijs maakt. Zet je maar 1 kruisje voor de inzet, dat is het minimum, ja, dan trek je ook niks op. Iedereen kan eigenlijk met een haan spelen. Natuurlijk moet je een haan hebben die je zingt. Wat is het nog? De verzorging, dat is de grote dingen. Je kunt een haan bij je thuis zetten, het is niet alleen water en een wat korrel. In een deebakje en een drinkbakje wat water doen, komt meer bij kijken. Een haan die stil is, die zo aan ingetrokken zit, die kan moeilijk ruiven. Daar bestaan producten voor, er zijn trucken genoeg voor een haan doen te ruiven. En een haan die niet klaar is, die zingt niet. Als de kam niet rood is, een haan zijn kam niet rood is, hoef je hem niet te zetten. Een haan die achteruit gaat in zijn kot, als je die gaat pakken voor in het bakje te zetten voor naar het spel te gaan, die weggaat van u, hoef je niet te zetten. Die haan is niet klaar voor te spelen. Dus er zijn veel gastjes die beginnen daarbij, maar hebben dan geen ervaring erin. En dan beginnen ze erbij en dan komen ze 2, 3 maanden, 4 maanden. Ze kunnen geen prijs maken en dan stoppen die mannetjes daarbij. Het beste eigenlijk is die mannetjes in een haan geven die redelijk zingt. En zo kun je de volkssport, want de volkssport gaat uitsterven. De ouderen sterven af, de jongen beginnen niet meer. Door wat? Ja, je moet 6:30, 7 of 7 uur op voor die hanen te pakken en een kotje te zetten. Die jeugd tegenwoordig, die komt 7 uur 's morgens pas thuis. Dus die gaan in bed in. Dat is de volkssport.
Dus dat is iets, dat gaat stilletjes verdwijnen. Door de tijd gaat dat, gelijk de duivensport, harensport. Ik schat bij 20 jaar dat ik het er niet meer zult over horen. Wij hebben het plezier daaraan, te spelen. En ook vandaag, wij hebben het er acht in en we hebben 5 dikke prijzen. Dus normaal heb je 1 op 5 prijs, qua prijzen die er zijn. Als er 100 hanen zijn, zijn er 25 prijzen. Dus dat is 20 prijzen, dat is 1 op 5. Wij hebben er 8 in staan, 8 hanen in staan. We hebben 5 dikke prijzen. Dus wij zitten over ons limiet. Natuurlijk, je speelt voor zoveel mogelijk prijzen te maken. Ik speel voor de 8 hanen op papier te krijgen. Dat lukt niet altijd. En wat is het positieve? Ja, goed. Ik ben weer de zondag weg thuis. Wat gezag van mijn vrouw. Dat is plezier eraan. Dan kom ik straks thuis en dan is het wapje gemaakt. Dan kan ik weer zeggen, we hebben 0 gemaakt, de eerste gemaakt, de tweede gemaakt, de derde gemaakt. Dat is het positieve eraan.